I wouldn't. They can tell the truth without fear. Strong regimes are marked by cheerfulness and an open-minded spirit. You know them when you see them. They're easy to recognize. Weakness has the opposite effect. Weak leaders live in terror. They lie constantly. They admit nothing. They rule by force because they have no choice. They have lost their legitimacy. When they begin to lose control, as they inevitably do, they panic. Unable to acknowledge the magnitude of their failure, they retreat into delusion, and their behavior becomes irrational. They start issuing bizarre commands. Nicolae Ceaușescu barked orders at his guards as they dragged him into the courtyard to be shot. In his final moments, Ceaușescu seemed convinced he could make his executioners obey. As his power evaporated, he tried even harder to exert it. So in that way, every collapsing regime is the same. And with that in mind, we learned today that in the face of the waning pandemic, the Biden administration will dramatically increase COVID restrictions across the country. Millions of children will now be required to cover their faces in schools. This despite the scientifically established fact that masks pose a far greater threat to children than COVID does. So strictly speaking, as a scientific matter, this is lunacy. But there's more. According to an announcement by the CDC this afternoon, the administration will force masks on adults as well, including people who've already been vaccinated. Pause to consider this for a moment. Americans were promised that if they took the vaccines, they could have their lives back. So by the millions, they did that. Now they have learned in the clearest possible way that they were lied to. They got their shots, but the Biden administration has decided to continue to control what they wear, where they go, and who they talk to. Why are they doing that? What's happening here exactly? What's happening here exactly? Mensen, goedemorgen. En ik dacht, ik ga jullie vandaag, ik was iets vroeger wakker vandaag en ik ben best wel zelf naar Amerika-dingen aan het kijken. En ik was er een beetje een samenvatting van aan het maken, want ik, blijkbaar het wel. Ik dacht, ik ga het aan jullie presenteren in die zin. Een beetje samenvatten en vertellen wat er allemaal gebeurt in Amerika. Want ik heb dus wat aantekeningen gemaakt en ik wil heel snel mezelf een beeld hebben. Dus anders, goed. Want wat je net zag was, is Tucker Carlson natuurlijk. En je moet voorstellen dat Amerika is zo'n groot land, weet je. Daar waren geloof ik zo'n 300 miljoen mensen of zo. En ze worden net zo hard genaaid en zo doorzichtig voorgelogen als dat we in Nederland hebben. En er zijn bizar veel parallellen te trekken met Nederland of met ander beleid van welke regering dan ook. Want het is natuurlijk één groot scam waar we in zitten. Maar ik ben dus ook op een nieuwe manier het allemaal aan het begrijpen. Maar goed, de zaken liggen nu wel eenmaal zoals ze liggen. En er gebeuren ook wel interessante en heel opvallende dingen die ook voor de meeste Amerikanen gewoon toch echt wel duidelijk moet zijn dat dit natuurlijk helemaal niks voor klopt inderdaad. Want hij geeft ook aan in het beginstukje, hè, hoe werkt onderdrukking? En het is ook maar blijven pushen en het blijven opdringen van jouw fake verhaal. En al geef je dus toe, hè, je laat je bijvoorbeeld vaccineren of iets dergelijks, dan alsnog eroverheen en dan alsnog weer meer pushen en weer absurdere regels doorvoeren. Allemaal gebaseerd en ingesmeerd met een bepaalde angst. Dag, goedemorgen, Miri. Maar inderdaad, oftewel dat mensen dus maar klakkeloos blijven meewerken, ondanks dat ze tegen beter weten in aan het handelen zijn, inderdaad. Sowieso, wat ik ook opvallend vond, trouwens, even voordat we naar Amerika gaan, is dat ik ook een stukje zag van AT&T, natuurlijk weer. Dat die heeft een gesprek gehad met de overheid, of zo. En daarin hebben ze afgesproken dat ze dus 100% goed krijgen. En klaar, er is een zak geld. En ja, ik zag inmiddels ook berichten voorbij komen dat ze natuurlijk nu weer een derde vaccinatiebronnen eraan willen laten komen voor feesttoegang, weet ik wat. Het is waanzin. Maar goed, we wisten zo dat het een doorgestoken kaart was. En dat die gozer blijkbaar vooral op zoek is naar geld in plaats van liefde voor muziek of feest zien. Maar goed, dat zal wel. Heel bijzonder in ieder geval. Goedemorgen alle dames en ook heren natuurlijk. Hey, maar over USA. Want die Biden, dit is natuurlijk, ik weet niet of jullie dat wel eens voorbij hebben zien komen, maar die Biden die heeft, dat is een hele oude seniele kerel zeg maar. En die is heel vaak aan het brabbelen. Dan komt hij helemaal niet meer uit zijn woorden of dan geeft hij een heel raar onsamenhangend antwoord. Weet je wel. Of hij heeft een beetje cognitieve problemen. En het was eerst een praatje van vooral Tucker Carlson en dat soort figuren, weet ik wel. Of de zogenaamde Republicans, de Republikeinen die hier hem schreeuwen. Die zeggen dat Biden niet helemaal helder meer is. Overduidelijk trouwens. Maar nu beginnen ook al toch al democratische partijfiguren of partijen, of
bobo's, zeg maar, zich wel een beetje zorgen te maken en dringen nu al aan dat Biden iets van een cognitieve test gaat doen, waaruit zal gaan blijken natuurlijk dat deze man totaal niet capabel is. Maar sowieso, dat is het ook het suf van Amerika, of dat we dat vergelijkbaar maken ook met Nederland, is dat natuurlijk die Biden heeft natuurlijk die verkiezingen daar grandioos gestolen natuurlijk. Dit is overduidelijk doorgestoken kaart geweest. Net zoals het Britten in Nederland de grote winnaar was, hè? De koenenleider, die man is waanzinnig. Maar goed, die Trump is weer terug aan het komen in die zin dat hij wil doen natuurlijk met die volgende verkiezingen. En daar, dat gaat volgend jaar allemaal al losbarsten, die hele poespas er daaromheen. Dus ze zijn nu bijzonder bang en geïntimideerd door die Donald Trump met zijn gekke QAnon. Ze noemen hem ook de QAnon-shamaan, noemen ze hem in Amerika. Ja, nou, sorry, even hierop terugkomen. Die gaf om de muziek, hè? Dat zeg je goed, want tegenwoordig geeft hij gewoon om geld. En zolang de overheid ook geld geeft, dan houdt hij zijn mond verder inderdaad. Ik denk ook niet dat we dat niet meer dat we hem voorbij zullen zien komen op de media en dat soort zaken. Dag Brigitte. In ieder geval, dus die Biden, dus nou, wat je net ook al zag, is dat dus die ze willen daar, of je nou wel of niet gevaccineerd bent, het zal allemaal wel. Hun willen gewoon dat jij de hele dag met het ding oploopt. Ook kinderen, ook op school, overal binnen. Dus alles wat in Amerika gebeurt, gaat ongetwijfeld ook als goed idee worden overgenomen hier in Nederland. Daar weet ik veel, het zal wel waanzinnig zijn. We moeten er ook massaal natuurlijk niet aan meewerken. En daar kom ik zo nog op terug. Even kijken hoor. Dus ook eens. Nu is het ook zo geweest. Oh ja, het is nou. Kijk, de verkiezingen zijn natuurlijk gestolen. Net zoals in Nederland. Maar eigenlijk is dat hetzelfde gebleven. Want dit is namelijk altijd al zo geweest. Alleen nu is het voor iedereen duidelijk. Oftewel, het is altijd. Hey, goeiedag, Marijke. Maar het is altijd al een scam geweest. Wij hebben zelf al vele generaties te maken met verkiezingsfraude. Het is altijd fake geweest. Het is alleen maar één grote conspiracy, zeg maar, bijna geweest. Nou, ik ben nu gelukkig voorbij de samenzwering. Want het zijn gewoon feiten natuurlijk. En het is nu overduidelijk dat dit aan het gebeuren is. En het gaat ook aangetoond. Ja, precies. Er zijn diverse rechtszaken. Ja, dat is wat alles aan de hand. Daar ga ik ook iets over vertellen, over comité's die ze hebben gevormd. Dat is ook wel grappig. Want wat ook heel duidelijk is, is dat er natuurlijk nu meer dan 1,5 jaar COVID shit, is er natuurlijk heus wel heel veel wetenschap. En nou, dat weten allemaal dat die wetenschapper is. En die heel erg wijst op de slechte gevolgen van het gevoerde beleid, of de absurditeit van het gevoerde beleid, of het bewust handelen tegen de wetenschap. En ze drukken gewoon hun waanzinregels door. Dat doen ze natuurlijk via angst, propaganda, mediamanipulatie. Het is ook de enigste manier voor deze minderheid inmiddels om zichzelf in stand te houden. En natuurlijk is COVID-19 in mijn belevingswereld ook helemaal gecreëerd door de wereld zelf. Om dus aan te tonen, zodat het voor iedereen duidelijk wordt hoe onze machtsverhoudingen eigenlijk altijd hebben gelegen. En dat wij als volk het hier nu natuurlijk niet mee eens zijn. En we kunnen allemaal door die mediapropaganda heen kijken. En we worden natuurlijk weggezet als een klein groepje die zogenaamd deze mening vertegenwoordigt. Maar je moet voorstellen dat, stel nou dat onze groepen, het anti-covid geluid, slechts 5% is van het tegengeluid. Of nee, ik bedoel, dat het tegengeluid slechts 5% is van het totale geluid. Dus er is maar 5% van de mensen zijn tegen de regels ofzo. Is het bijzonder op. Dat is een beetje wat hun naar buiten ringen, zeg maar. Dan is het toch bijzonder, bijzonder opvallend dat er vanuit de regering, vanuit de media, er zoveel druk ligt op juist het ontkrachten van de samensweringstheorietjes die uit onze hoek dan komen, weet je wel. Of de wetenschappelijke feiten die wij aandragen, waarmee wij het COVID-verhaal onderuit kunnen halen. Daar wordt bijzonder, bijzonder veel aandacht aan besteed. En er worden hele films, hele universiteitsfilmpjes worden er gemaakt om maar geloofwaardig mogelijk de wappies te ontkrachten, zeg maar. En dat zou eigenlijk helemaal niet hoeven wanneer jij voor 95% het volk al achter je hebt. Ja, laat die 5% maar nou, die gekken maar lekker praten, inderdaad. Feit is alleen, is dat alles is natuurlijk met manipulatie en een leugen. Dus moeten onze waarheden, dat zijn grote bedreigingen voor hun leugens. Even zien. Ja, dit vond ik ook een hele opvallende. Wat de Amerikaanse regering ook doet, hè, dat is hetzelfde ook in Nederland trouwens, wederom. Want ja, het is echt heel erg vergelijkbaar met Nederland. Dat is het
dat is hun gedrag rondom het vaccinatiebeleid. Want ondanks dat er bijvoorbeeld in Nederland 15 miljoen prikken of zo zijn gezet, toch? Wat natuurlijk een feestelijke prestatie moet zijn. Hier zou eigenlijk, zouden die mensen helemaal in de nopjes moeten zijn. Want zoveel mensen hebben zich al in ieder geval 1 of 2 keer laten vaccineren. Maar ze zijn nooit tevreden. Oftewel, ze zijn juist heel bezorgd. En ze zijn juist alleen maar aan het hameren op de mensen die niet gevaccineerd zijn. Er liggen zoveel niet gevaccineerden in het ziekenhuis. Wat waanzin. Het is echt onzin. En goed, ik ga niet eens meer over die besmet. Het slaat nergens op, weet je. Dat weet al wel. Al ben je besmet, het slaat nergens op. Dus, maar het opvallende gedrag is dat ze... dus dat ze ook in Amerika... Daar zijn geloof ik, weet ik wel, 100 miljoen prikken gezet of zo. Weet ik wel, miljoenen. En daar wordt ook erg gereageerd van... Nou, het is nog allemaal lang niet genoeg. Mensen zijn heel bezorgd. Iedereen moet maar gevaccineerd. Iedereen is ook bijna gevaccineerd daar al. En dan komt de volgende ronde. Dan moet je dus alsnog alle regels gaan volgen. Oftewel, zelfs de mensen die zich tot nu toe laten meeslepen en zich 2 keer laten vaccineren. Nou, ik zie hier al staan in september dus het 3e prikje. Maar ook al laat je dat in die hoedanigheid verder meeslepen. Uiteindelijk kom je dus achter dat het alsnog niet geholpen heeft. Jij krijgt je vrijheid niet terug. Hè? Want de meeste mensen doen het dan om op vakantie te kunnen, wat dan ook. Maar je krijgt voor de rest helemaal geen vrijheid meer terug. Je laat nog steeds die belachelijke lichaamsonterende of mensonterende testen doen en weet ik van wat, voor de griep. Weet je, het gas slaat helemaal nergens op. Goed, wat ook... natuurlijk, of net als in Amerika trouwens, ook in Nederland, hè, maar worden de kritische geluiden rondom COVID en vaccinatie vooral weggezet als extreem rechts en een samenzwering. En over dat extreem rechts, daar kom ik zo nog wel terug trouwens. Wat ook een opvallend feitje vond, is wat ik ook voorbij zag komen in een van die nieuwsshows, is dat sinds het begin van COVID zijn er zowaar 9 kersverse miljardairs bijgekomen. En dat zijn allemaal personen uit de vaccinindustrie. Juist. Maar dan wordt hier wel belangeloos gewerkt natuurlijk om het volk volksgezondheid te beschermen. Hier is gewoon een ongelofelijke beroving en geldklopperij aan de gang. Dus er zijn 9 kerstverse miljardairs, mensen met meer dan 1 miljard eigen vermogen. En die komen allemaal... Dat zijn allemaal toppertjes uit de vaccinindustrie. Bizar. Goed. Nou, komt Trump weer terug. Zeg maar, Trump die gaat zich weer verkiesbaar stellen. En ze zijn natuurlijk bezig met allerlei rechtszaken daar. Nou, die zag net al voorbij komen. Maar zo zijn ze bijvoorbeeld ook bezig met die hele rellen rondom 6 januari destijds. En dat is natuurlijk zogenaamd Trumpse schuld. Maar er is al aangetoond, en het is al heel erg bewijsbaar vastkomen te staan, dat zelfs de politie, dus dat al die relgasten, die werden zelfs door het terrein opgelaten en begeleid door de politie. Daar is nog mee gesproken. Er zijn natuurlijk ook doden en gewonden gevallen, geloof ik, wat dan ook. Goed, maar je moet voorstellen dat het regeringsgebouw en dat hele gebied, zeg maar, dat is een, het is wel een groot complex, hè, maar heeft $200 miljoen meer aan budget voor beveiliging, ja, per jaar als de complete meest gevaarlijke stad van het westelijk halfrond, en dat is Detroit. Geloof ik, van het noordelijk halfrond. En dat is Detroit. Dat is de 12e grootste stad van Amerika. En die heeft, weet ik wel, 100 miljoen aan law enforcement, oftewel politieapparaat, in die stad rondlopen. En het is ook de meest most policed city in de USA. Oftewel, daar lopen de meeste verschillende divisies en agenten rond. Het is een eindeloze, zeer gedetailleerde, uitgebreide operatie. Ik geloof dat de helft van Detroit of... Ja, echt meer dan bijna de helft van alle huizen is verlaten. Of je hebt hele wijken daar die zijn uitgestorven qua normale bewoners. Of er worden alleen maar zwervers en junks en weet ik wat. Al die huizen, het is gewoon open terrein. Het is levensgevaarlijk daar al. Maar goed, het zal wel. Zelfs die enorme stad, alles bij elkaar, met alle crime fighters en weet ik wat. Dat is dus, wordt er 200 miljoen meer nog uitgegeven aan beveiliging van slechts alleen... Dat hele regeringsgebouw. Het gebouw, hè? Dus waar de rellen zijn geweest. En even kijken. En dan wat wordt er dus nu natuurlijk gezegd. Dat deze mensen. Nou, dat is een. Nou, er was natuurlijk ook een heel gering politieapparaat aanwezig die dag toevallig. Hè? Maar die waren dan helemaal overrompeld. En die zijn allemaal ernstig getraumatiseerd. En dan zijn er dus tijdens die congressional hearings en weet ik wat. Zijn er nu allemaal. Hooggeplaatste politieofficieren en allemaal democratische politici en alles die aan het janken zijn. Dat ze zo getraumatiseerd zijn door die dag. En
Dan hebben we, ik zag een of andere hoge figuur vinden van een bankwezen of zo, geloof ik. En die was echt zijn tranen eruit aan het pushen gewoon. Het was echt, echt triest gewoon, bijzonder triest. En ook, daarnaast was ook aangetoond bij die show, bij Tucker Carlson. Er is namelijk op een gegeven moment ook een politieagent in beeld. En dat is een van de breken kerel of zo. En die begint dus te vertellen dat een van de politieagenten die gewond is geraakt, of dood is gegaan of zo. Weet je van wat? Dat gebeurd is doordat hij dus door betogers of belagers is aangevallen, wat dan ook. Maar ten eerste is het helemaal niet waar. Ten tweede blijkt dit dus ook aangetoond een acteur te zijn. In die zin dat hij bij een zogenaamde verzetsgroep uit een extreem linkse groepering. Een beetje wat je ook in Nederland hebt. Die extreme groeperingen die dus allerlei politieke acties uitvoeren. Dit soort mensen worden gewoon ingezet inderdaad, gewoon om te liegen voor congres daar inderdaad. Nou, en als er eentje behoort te liegen, dan is het Fauci onder andere, maar die kom ik zo nog even op, want die is het ook in allerlei zaken verwikkeld. En ondertussen, goedemorgen iedereen die erbij is gekomen. Even kijken hoor. Linksradicale groep, ja, dat heb ik net verteld. Ja. Ja, oh ja, nou, dus zijn we toch bij Fauci. Die Fauci, dat is ook bizar hoe dat allemaal loopt, want hij is natuurlijk de RIVM-baas zeg maar, van Amerika. Hij is net als Ab Oosterhuis en Van Dissel is hij elke dag al ergens op tv de boel aan het opjagen of bang maken. En hij is nu vooral bezig met zijn drie dubbele mondmaskers. Is hij dus, weet ik veel wat, ook elke avond op tv aan het roepen dat zelfs kleine kinderen gevaccineerd of de hele dag zijn masker moeten dragen of wat dan ook. En dat iedereen een levensgevaarlijk gevaar loopt. Maar gelukkig zijn er nog ook wel een hele hoop intelligente figuren. En wordt die Fauci dus gewoon op het matje geroepen. Door een of andere congressional hearing. Oftewel een tribunaal, zeg maar een beetje. En moet hij toch wel hele lastige vragen gaan beantwoorden. En waar hij uiteindelijk alleen maar kan beschuldigen en terugschreeuwen. Dat mensen niet weten waar ze het over hebben. Bla, 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 bla. En ondertussen wordt hij gewoon keihard met zijn eigen feiten onder de neus gedrukt. Dat er gewoon helemaal niks van klopt wat deze gozer allemaal aan het uitvreten is. Sterker nog, die hele COVID-19-crisis, dat blijkt letterlijk uit het bloed daarvan, dat zit aan zijn handen. Want wat blijkt nou, hij heeft natuurlijk dat hele onderzoek heeft hij gesponsord, wat uiteindelijk COVID-19 waarschijnlijk de bron ervan is geweest, oftewel in het Wuhan lab in China, bla 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 bla. Nou, weet je, het zal allemaal wel. Ik vind het heerlijk alleen al om te zien dat mensen zoals die Fauci eindelijk gewoon de vragen te krijgen die ze moeten beantwoorden en die ze ook grandioos niet kunnen beantwoorden en daarmee zichzelf mega schuldig maken. Ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar inderdaad, het is de fidele groep in Amerika, klopt ja. Fauci krijgt het zeker benauwd, want het is heerlijk om te zien. En mocht je nou dat Amerika nu helemaal niet volgen of niet begrijpen of zo, ik ga er wel een keer een mooie korte beelden samenvatting van maken, want het heerlijke beelden zijn dat. En ik zou ook zo graag zien dat Van Dissel, of weet ik veel, zeker die Ab Oosterhuis, die moet zeker van tv af. En die mag ook wel een keer in een strafbankje gaan plaatsnemen om een paar pittige vragen te beantwoorden. Dat lijkt me meer dan terecht, want deze man, die zeker die Ab Oosterhuis, die draagt 100% alleen nog maar bij aan de propaganda rondom deze waanzin. En dat hij het überhaupt zelf nog gelooft. Ik vind het ongelooflijk. Het is niet dat hij liegt hoor. Maar hij heeft het over een verkoudheid en over de verspreiding van een verkoudheid. En hij doet het alsof het ebola is. Dus dit is onvergeefbaar. Dus even zien. Dit absurde gedrag en beleid is eigenlijk heel transparant. Het laat namelijk precies zien hoe verrot en corrupt het systeem eigenlijk is. En ze helpen natuurlijk hun eigen geloofwaardigheid omheen. Er is een filmpje van Fauci. Dat hij verhoord wordt en dat hij met iets aan zijn handen aan het knijpen was. Zo nerveus. Ja, ja, ja. Ja, en meneertje Van Rans. Nou, meneer Van Rans, het is natuurlijk een Belg. Want in Nederland hadden we zelfs zo'n man niet serieus genomen. Maar ik vind het ongelooflijk dat die Van Rans, weet je, het is een heel raar mannetje. Ik snap niet dat we hem zo van geloofwaardig, of dat hem, hij zo geloofwaardig gevonden moet worden. Maar weet je, ik vind het wel bizar. Uiteindelijk is het dus, wat je ziet, is eigenlijk gewoon, het zijn gewoon de laatste stuiptrekkingen van een falend en stervend regime. En dat is zeker zo. Wij zien natuurlijk ook in Nederland,
dit regime ten onder gaan. Je moet voorstellen, hun zitten nu in zomerreces. Er is geen nieuws, er is geen COVID-waanzin, bijna niet. Je hebt natuurlijk even een update van de waanzin, het gaat 2 dagen geleden. Maar voor de rest hoor je niks, je ziet helemaal geen politieke video's meer voorbij komen. Ze hebben letterlijk vakantie, die gasten. Het lijkt me zo raar om te ervaren, nu we allemaal weer gewend zijn, gelukkig aan het niet dragen van een mondkapje en al die bullshit, dat we zo meteen alles weer gaan optuigen. Als die gasten gewoon weer terug van vakantie komen. Oké, het is weer maandag. Jongens, cijfertjes. Ja, doen we morgen gevonden met de mondmaskers. Blablabla. Gaan we dat echt gewoon doen? Gaan we dat echt gewoon weer het hele politieke spelletje weer opratelen? In één keer is alles en iedereen weer besmettelijk. Van het een op de andere dag. En al was het besmettelijk. Hè? In één keer gaat het alleen maar daarom. En we worden weer voorgelogen. Een jaar lang, wat dan ook, weet ik hoeveel jaar lang. We weten het nou toch wel dat we worden voorgelogen. Oftewel, wat kunnen we er nou tegen doen? En wat zouden we nou moeten doen? Want moeten we er allemaal op staan? En we moeten er allemaal heen? Nee, dat moeten we niet. Want daar staan ze toch al. We weten toch al dat de politie daar ons staat op te wachten. Om ons klappen te geven. Dat de journalisten klaarstaan om ons op de korrel te nemen. En belachelijk te maken. Dat is ook al 2,5 jaar aan de gang. De enigste manier is. En wat het ook is. Het is heel makkelijk gezegd om zet je tv uit, zet je computer uit. Maar je wordt er toch al mee geconfronteerd. Dat die plannen blijven wel een beetje doorgaan. Oftewel, althans hun plan van uitvoering blijft wel doorgaan in die zin, zolang wij het uitvoeren. Want we moeten gewoon stoppen met uitvoeren. En ik heb natuurlijk al nooit meegewerkt, nou jullie ook niet ongetwijfeld, maar je zal zien dat ook zo meteen, ik weet zeker dat er toch het grootste deel van de mensen hopelijk toch nu echt wel, aangezien er niemand zich aan die regels had meer houdt. Hè, weet je, niemand dacht met een mondkapje, wat dan ook. Kun je het niet voorstellen? Dat is zo meteen, omdat Mark Rutte terug is van vakantie. Dat we dan in één keer allemaal weer het mondkapje gaan houden. Weet ik wel, de COVID-jas weer gaan aantrekken. Van oké, we gaan weer even helemaal meedoen. Want we zijn weer hartstikke bang. Het is weer winter. Dan krijgen we dan weer avondklok en alles. En lockdowns, omdat de besmettingen. Gaan we dan weer een jaar lang aantonen van dat het allemaal nep is. En dan alsnog wel meewerken. Weet je, hoe kunnen we dit beleid nou stoppen? Door gewoon te stoppen met het beleid. Gewoon het niet uitvoeren. En dan maar niet naar binnen. Zolang ze nog denken dat ze macht hebben door de tenten te sluiten, het zal wel. Laat al die bedrijven maar failliet gaan. Als die bedrijven er aan mee willen werken, naar hun eigen ondergang, prima. En dan maar nergens meer naar binnen, prima. Maar ik haal gewoon eten. Daar mag ik altijd naar binnen. En er is geen politieagent die mij uit die winkel gaat halen. En dat is het enige wat mij überhaupt uit die winkel krijgt daar. Want voor de rest ga ik heel erg veel moeilijkheden veroorzaken. Als je mij komt aanspreken op mondkapjes of COVID-regels, rot op. Dat maakt niet uit. En als je mij dan niet wil helpen aan de kassa, dan gaat er een hele lange rij ontstaan bij die kassa. Want ik ga maar niet weg. Ik blijf gewoon, ik wil mijn eten halen. Niemand zal mij van mijn eten, zeg maar, die primaire levensbehoefte. En als het alleen maar puur daarom moet gaan, dus, dan is dat het enigste moment dat ik dus dan met COVID-waanzin in aanraking kom. Want voor de rest leef ik COVID-vrij. En laat ze allemaal lekker de tyfus krijgen, joh. Jij bent je eigen baas. En laat deze bedrijven failliet gaan. Ja, nou, dat ben ik zeker met je eens. Ik zeg ook, laat die bedrijven maar failliet gaan. Als jij eindeloos wil mee blijven bewegen, steeds minder geld krijgt, weet dat je levenswerk eraan gaat, en je laat het gebeuren, dan wil je het volgens mij. Het spel moet worden uitgespeeld. Nou, in die zin, ik weet wel, het gaat in die zin gaat het gebeuren. Ja, precies. Nou, wat gaat gebeuren, is dat Nederlanders, wij doen in ieder geval niet meer mee. En niet alleen wij, en weet je, doe het ook zeker voor je kinderen bijvoorbeeld. Want mijn kinderen, die zitten nu, die gaan nu nog op 7 en 8. Dus nog volgend jaar, na het volgende schooljaar, na de zomer, dus na het volgende schooljaar. Dan is die COVID-waanzin waarschijnlijk nog steeds niet voorbij, wordt het alleen maar erger. Terwijl, dan hebben we het alleen al lang niet meer over varianten. Dan hebben we het gewoon over, heb jij voor deze maand goed je best gedaan volgens je paspoort. En ik ga toch zeker mijn kinderen of weet ik wel, om de generatie na ons in het algemeen wil ik hiervoor beschermen. Dit hebben wij nooit gewild. Dit is geen Nederland. Dit gaat zo nooit vorm krijgen. Als iedereen het ongeloofwaardig vindt, dan gelooft niemand het. Dus stop dan ook met het uitvoeren van deze ongeloofwaardige waanzin. Weet je, ik heb er nog veel over te zeggen in die zin. Want er is nog, je kan er nog zoveel krachtiger mee omgaan, maar dan wordt het weer een heel erg bewustzijnsverhaal. En dat zal ik je nu even besparen. Maar uiteindelijk is het dus
echt die creatie van jouw bewustzijn. En daarom zie je ook zoveel propaganda. Want het is alleen maar, dit is alleen maar een beeld om jou te overtuigen. Alles is dat beeld. Dus alles buiten jou is er gemaakt nu op dit moment om jou te overtuigen van COVID-waanzin. En dat jij daar aan moet houden of zo. Dat is wat men, wat ze jou in vast willen zetten. Maar gloei daar bovenuit. Zie wat hier gebeurt. Nou, dat zien jullie wel. En dan hoef je niet bang te zijn dat deze COVID-waanzin jou gaat grijpen. Want de wereld zoals die wordt voorgesteld, zoals de 2030-plan, dat gaat sowieso niet gebeuren. Want daarvoor is COVID-19 niet. Maar het is een bijzonder proces wat je nou ziet gebeuren. Is dat er dus een hele groep mensen inderdaad het verhaal geloven. En gewoon meegaan met die waanzin. En dat er ook wel een hele grote groep mensen is. Misschien wel nog een veel grotere groep. Die dus dit helemaal niet gelooft. En gewoon verwerpt of wat dan ook. En die gaan letterlijk die twee werelden vormen. Het wordt de wereld van gevaccineerden en ongevaccineerden. En dat wordt in mijn geval de schiermonnikoog. Dus schiermonnikoog. Ik ga binnenkort een uitzending maken op schiermonnikoog. Dus dat had ik al besloten. Dus we're coming. We are coming. Jullie worden de nieuwe Nederlandse mensenboerderij. Ik ga er kom er later wel een keer op terug, uiteraard. Angst slechte raad geven. Nou, jij hoeft ook helemaal niet angst te zijn. Angst. Ja, weet je, kijk, en dit ook. Ik kwam voorbij in 9-4 News. En daar staan allemaal hele interessante dingen op. En nou werd er natuurlijk vanuit overheidswegen gezegd dat dit een conspiracy of dat dit een fake news website was. En kun je nagaan. Nou wil ik dat helemaal niet per se geloven, maar toch ergens fundamenteel ben ik dat wel gaan geloven. Dat alles wat ik kan 9-4 News nooit als bron gebruiken, want ik denk zelf ook, dat is misschien, dat heeft het labeltje fake news. Het is ongelooflijk hoe je dus laat mindgamen. Maar wat het wel is dat, het is opvallend dat juist alleen maar dat soort extreme berichten altijd op sites komen als op 9-4 News. En de meeste samensweringen zijn voor een groot deel bewijsbaar, maar een heleboel dingen die op 9 voor nieuws staan, hè, wat echt specifiek dan een hele grote samenzwering zijn achter deze corona-waanzin, dat is uiteindelijk gewoon niet aan te tonen. En het lijkt ook allemaal een samenzwering, omdat wij die realiteit als echt beschouwen. Maar die realiteit is niet echt. Dus zullen we erachter komen dat als wij dan die echtheid gaan onderzoeken, dat we erachter komen dat het een scam is. Want het is niet zoals het zit, of het loopt uit op een op iets heel oneerlijks, of het kan überhaupt niet eens bestaan eigenlijk, maar het bestaat toch. Oftewel, het klopt niet. Het klopt niet. En dat zegt je dus heel veel. Eén ding is zeker, dat je niet bang hoeft te zijn, want er is niks aan de hand. Jij hebt altijd je tijd al gelijk gehad. Jij hebt nog steeds gezond verstand, dus je bent niet gek. Nu zijn de vliegtuigen. Mensen, tot heel snel weer. Ik dacht, ik ga jullie even een half uurtje verblijden. Nou, bij deze dus.